Dag dames en heren, welkom bij de bespreking van Aeneas, boek 1, 97 tot 101. Virgilius laat Aeneas hier jammeren over wat een vreselijke toestand het is dat hij op zee aan het verdrinken dreigt te gaan. In plaats van dat hij is gesneuveld als een held op het slagveld voor Troje. En dat doet hij weer met een uitroep in de ACI, ingeleid door het woordje nee, wat we normaal gesproken uit vraag zien. En we hebben het eerder gezien ook in vers 37 tot 38. Even een klein stukje terugbladerend, dan zien we dat hier zo. Even kijken, ja, daar is die. Dat Juno roept van, oh, schandelijk om te denken dat ik niet kan. Zou afzien van mijn plan en niet zou kunnen de Trojanen af zou kunnen weren. En de helft van het koningin van de Trojanen van Italië. Belachelijk om dat te denken. Zoiets krijgen we ook. Hier, waar zijn we? Waar Aeneas uitroept in een ACI. Wat erg om te denken, of zo, dat ik toch, laten we maar even zo doen, dat ik, ACI, hè, van haar, dus, dat ik toch, non potuisse, perfectum, infinitivus, dat ik toch, maak je persoonlijk van, niet kon, wat niet kon, occumbere, bezwijken, waar dan, geeft een, plaats aan deze ablativi, op de Iliadische, oftewel de Trojaanse, velden, op de velden van Troje. Quo, en nog een ACI, en dat ik niet kon wat, deze geest niet kon effoenderen, letterlijk uitgieten, oftewel verliezen, de geest, laatste adem uitblazen, tua dextra, vul aan, manu, door jouw rechterhand. Dat hand kan er worden heel vaak weggelaten, dextra is altijd gewoon rechterhand eigenlijk. Hier ablatives, tua dextra, door jouw rechterhand, hè, waarbij hij spreekt nog steeds Diomedes aan, dat die had hem bijna Aeneas gedood, dat hij dus baalt eigenlijk dat hij toch niet kon, dat Aeneas niet kon zijn laatste adem uit kon blazen, deze adem, deze geest kon uitblazen door jouw rechterhand, Diomedes. Hè, contrast tussen mij, ik en jou hier. Enorm hyperbaton uiteraard wat nadruk legt op dat tua, op jouw rechterhand. En dan gaat hij over naar een soort plaatsbepaling. Ubi saivus Hector jacet telo ajakitai. Waar de vrede Hector, de woeste Hector, zijn neef eigenlijk van deze Aeneas, of broer zeggen ze soms ook wel eens, ligt telo ablativus door het wapen ajakitai. Begint dus een ajakites. En ajakites is ook een soort patronymicum, zoals we zagen bij Tidides, zijn zoon van Tidus, maar dat was Diomedes. Maar Ajakides betekent de kleinzoon van Ajacus, en, of nazaat van Ajacus, en dat is Achilles. Dus waar de woeste Hector ligt door het wapen van Achilles. Nee, want Achilles heeft Hector vermoord. Waar ingens Sarpedon. Jacet, waar ook waar de reusachtige Sarpedon ligt. Sarpedon was de koning van Lycië, dat was een bondgenoot van Troje. Die schoot door Patroklos toen Patroklos had de wapenrusting van Achilles geleend. Dus tegen zijn, niet echt met het goedvinden van Achilles zijn natuurlijk. En toen ging hij daarmee het slagveld op en heeft een heleboel Trojanen ook weer daarover de kling gejaagd. En ook de koning van de Lyciërs, Sarpedon, een beroemd figuur in die tijd. Een ellips van Jacet daar. Ook een soort van anafoor uiteraard. Hè. Ubi, ubi, ubi. Drie keer natuurlijk. En even kijken. Ja, en dan tot slot. Ubi tot simuis correpta sub undis scuta virum galeasque et fortia corpora volvit. Waar de Simois, dat is de rivier in de buurt van Troje, zoveel
gegrepen, PPP, accusatief onzijdig meervoud, scuta virorum, niet virum meer, maar verkorte vorm daarvan, schilden van mannen, quae gallias, en helmen en dappere lichamen. Ja, eigenlijk lichamen van dappere mensen. Het is meer een soort enallage eigenlijk. Hè, dat Fortia wordt bij de lichamen gezet. Terwijl het eigenlijk bij die, ja, de geesten hoort. Die daarin zaten in die lichamen. Voortwentelt. Hè, die Simuis die wentelt voort de schilden en de helmen en de lichamen. Sub undis. Onder de golven. Je ziet allemaal gek in pijltjes. Hè, dat zoveel tot en correpta, dat zijn natuurlijk allebei, horen die niet alleen bij scuta, zoveel gegrepen scuta, helmen, maar ook bij schilden, maar ook bij die helmen en ook bij de lichamen. Dat is een bepaling bij allebei. Nu is het wel onzijdig meervoud, maar dat komt door dat scuta. Die andere zijn een soort nagedachtes erachteraan. Galias is vrouwelijk, dit is ook weer onzijdig. Maar het hoort er nog steeds bij, ook bij Galias wordt het gewoon. Dus die Sumus, die lijken ze allemaal in die rivier gevallen of gedumpt. En daar worden ze nu allemaal voortgerold door de stroming. Ik zeg wel volvit subundis, voortwendend onder de golven. Je kan ook zeggen gegrepen subundis, meegesleurd onder de golven. Dus dat bepaling is daarbij. Dat is natuurlijk helemaal mogelijk eigenlijk. Oké, afsluitend kunnen we zeggen, Aeneas wenst eigenlijk... Nou, de dood, prima, maar niet zomaar een dood. Hij zal zelf in het water springen. Hij wil dus een heldhaftige dood, als een echte held, zoals Hector en Sarpedon. Weet je, dat zijn nog eens helden. Die zijn gestorven op het slagveld. En daar had hij tussen willen zitten. Niet als een slibiel, zoals ik vorige filmpje ook al zei, in het water. Wie weet, komt het nog goed? Nou ja, dat weten we natuurlijk dat het goed komt, maar op welke manier en hoe dat dan verteld wordt, daar is Virgilius uiteraard een meester in. Tot de volgende keer.